In deze video gaan we het hebben over buizenversterkers en buizenversterkers dat zijn eigenlijk wel heel bijzondere dingen in heel die hi-fi wereld want je hebt een groep mensen die er overtuigd van is en van, ja, vele mensen zijn daar niet mee bezig. Wat is er nu zo bijzonder aan een buizenversterker? Wel, we hebben hier eentje staan van Macintosh, best een, een high-end, een premium product. En je ziet meteen, dit is geen klassieke versterker. Hè? Met al die lampen, bijzondere opbouw. Het is echt wel gemaakt om een pronkstuk te zijn. Toch wel veel aandacht te trekken. En dat is een deel van de aantrekking natuurlijk van een buizenversterker. Nu, het, het ziet er een beetje retro uit, misschien wat archaïs. En dat is op zich niet zo gek, want ja, buizen zijn een technologie die ja, vroeger de norm waren en met vroeger bedoelen we ja, voor de jaren 60 en 70. Op dat moment had je eigenlijk nog geen elektronische componenten zoals we dat nu kennen, die hodes en transistors. En dan waren buizen ook de enige optie om een versterker te creëren. Dus wat vroeger de norm was, is nu onder een niche geworden. Nou, toch is het nog niet uitgestorven, deze Macintosh is een nieuw product dat je nog altijd kunt kopen. Een deel van het uh, high fi minute publiek blijft nog altijd bij uh, buizenversterkers zweren omdat die ja, toch wel hun eigen speciale karakteristiek hebben. En op zich is dat wel grappig, omdat waar transistorgebaseerde uh, versterkers eigenlijk proberen naar ja, een zo puur mogelijk signaal te gaan, ja, introduceren buizenversterkers eigenlijk vervorming. Dat is op zich een bewuste keuze van veel fabrikanten van buizenversterkers, omdat het kan ook zuiverder, maar iedereen is het zo gewoon geworden dat er zoiets bestaat als een warm geluid van een buizenversterker. Nu, wat een buizenversterker ja, in wezen vaak doet, is vervorming toevoegen, harmonische vervorming. En dat is vervorming dat gelukkig niet erg klinkt. Heel veel mensen vinden het aangenaam, dat warm karakter is net iets dat uh, als positief wordt ervaren, maar strikt genomen ben je inderdaad het signaal aan het vervuilen. Nu, dat is, klinkt heel negatief, maar zoals gezegd, is een soort smaak eh, of een preferentie op basis van smaak. En als je bijvoorbeeld kijkt naar gitaarversterkers, ja, instrumentversterkers, daar wordt wel eens bewust net naar eh, die extra vervorming gestreefd. Want buizenversterkers kunnen ook heel goed om met ja, te hoge belastingen, iets waar ja, elektronische of elektronische componenten gebaseerde versterkers al gauw beginnen te klippen. Ja, dus dat klinkt heel onaangenaam als ze ja, te zwaar worden belast. Zal zo'n buizenversterker dat toch op een meer elegante manier aanpakken? Het ziet nog altijd niet goed, maar het klinkt nog altijd uh, vrij acceptabel en minder hard en agressief. Wat ook natuurlijk een van de zaken is aan een buizenversterker waar veel mensen van houden, is het feit dat je ermee kan ja, spelen. Je kan die buizen vervangen door. Andere modellen die misschien net iets andere karakteristieken hebben. En daar is ook een hele subcultuur rond ontstaan en je kan daar ook wel uh, iets mee doen. En ik kan me best inbeelden dat er heel wat hi-fi liefhebbers zijn die ja, misschien een solid state versterker hebben staan waar ze normaal naar luisteren. En dan nog een buizenversterker die dan wordt gebruikt voor, ja, eigenlijk in een luisterkamer of voor bepaalde muziek. Het zijn heel bijzondere producten, gebaseerd op hele oude technologie. Maar nog altijd met heel veel charme en een bepaalde appeal die ja, soms die nieuwe versterkers een beetje missen. Een beetje karakter. Vond je deze video leuk? Uh, abonneer je dan zeker op het YouTube kanaal van hifi.nl.